We staan hier met de bondscoach van Oranje onder 16, Wiert Goudé. Wiert, net tegen een Europees topland gespeeld, Spanje. Hoe kijk je terug op de wedstrijd? Ja, je zegt het goed. Spanje hebben we in de voorbereiding al een keertje eerder getroffen. Toen deden hun twee beste spelers niet mee. Maar kon wel duidelijk het niveau zien waarop zij acteren. Zij wonnen met hun onder 16's. Nou, wonnen, sloopten hun onder 17. Dus wil wel wat zeggen over de lichting die ze nu hebben. Ja, je hoort veel mensen ook juist de buzz over Spanje opgepikt hebben. De NBA prospects en nog meer verhalen. En dat zie je ook wel duidelijk terug in hun spel. Gisteren slopen ze het thuisland, het Servië. Maken echt gehakt van ze. En ja, het is geen verrassing dat ze dat in het begin ook met ons deden. Het duurde wel even voordat wij echt de strijd gingen leveren en echt de durf toonden. De ballen toonden, de moed toonden om de strijd aan te gaan op alle fronten. Maar dat kwam wel. En gaandeweg het eerste kwart en zeker ook de kwarten daarna hebben de jongens echt gestreden voor wat ze waard waren. En dat is echt een opsteker. Dat is echt iets wat we meenemen uit deze wedstrijd. Veel spelers raakten geïrriteerd. Spelers met 5 fouten eruit. De speler J.D. Cordelia met ons met hechtingen naar het ziekenhuis. Zij maakten harde fouten. Ja, de scheidsrechters lieten veel spelen en zeiden gewoon heel eenvoudig tegen ons. Ja, dit is mannenbasketbal, dus wen hem eraan. Dit is de manier waarop er gespeeld wordt. Dus je gaat de knie zitten of je gaat meedoen. Nou, uiteindelijk hebben we echt ook meegedaan. En dat is ook echt een wijsles voor ons om mee te nemen. Voor de spelers en ook voor de coaches natuurlijk. We proberen het al heel erg te pushen, maar je moet het toch ervaren. En het echt ook gaan doen om het te gaan kunnen later. Ja, Wiert, volgens mij heb je in de tweede helft gewoon gelijk op met ze gespeeld, hè? Qua punten. Ja, uiteindelijk blijft de tweede helft de tweede helft. Hè. Het verschil is boven de 20. Het verschil tussen deze twee teams qua kwaliteit is ook boven de 20. Dat verschil zetten ze de eerste helft op het bord. Sterker nog, het eerste kwart eigenlijk op het bord. Ja. En zij roteren natuurlijk ook hun spelers, maar ook hun... Mm-hmm. Spelers die van de bank komen of spelers die gewoon niet de 30 minuten maken of 35 minuten maken die ze tegen de andere toplanden doen. Hebben wel echt gespeeld en hebben ook echt aan moeten trekken om een niveau te halen toen wij ook fysiek gingen spelen. En ook harder gingen spelen en ook feller de duels aangingen en met durf en vrijheid. En nou, ook de bal gingen we beter bewegen. Vervallen wel een beetje door druk. In wat te veel gedribbel, omdat we dan de opties niet zien en ook de spelers niet vrij screenen, zodat we de bal makkelijk kunnen bewegen. Ja. Maar dat kwam gaandeweg in ieder geval veel beter uit en kwamen er ook veel goede opties daardoor juist en konden we ook gewoon ons score totaal opwerken. Je vertelde mij, Wiert, voor de wedstrijd dat je onder andere ging letten op de rebound, niet alleen het pakken van de rebound, maar ook het hele gevecht wat daarbij hoort. Hoe vond je dat gaan vanavond? Ja, kijk, die Garuba pakt eigenlijk in 15 minuten tijd nog steeds 11 rebounds. Waarvan 6 aanvallende of zo. Ja, dat is een manchild. Dat is gewoon een monster, die man. En ik weet ook dat hij die rebounds dus ook pakt. Het is een beetje de Kuta van Spanje, hè? Nou ja. Nog beter misschien. Hij ziet er in ieder geval wel uit als een onder 20 speler, denk ik. Dus die man heeft enorm veel power. Maar ook hij kon dat doen in het eerste kwart. Maar daarna opeens een stukje minder. En natuurlijk pikten we een paar fouten er tegenop. Ja, maar dan maar zo. En hij raakte geïrriteerd en ging zelfs een keer floppen. En dan dacht ik van oké, nou komen we in de buurt van waar we willen zijn. Ja. Maar goed, het zijn wel hele krachtige atleten waar we tegen spelen. En wat ik al zei, het is echt de top van Europa. Spanje gaat gewoon voor de hoofdprijs in dit toernooi. Ja. En het is mooi dat we gaandeweg in ieder geval... dat gevecht zijn aangegaan en we ons op verschillende vlakken hebben kunnen meten met ze. En dat zijn mooie ervaringen voor de jongens en voor ons als coachingstaff. Die we natuurlijk dit toernooi echt proberen uit te nutten. Ja. Maar ook daarna natuurlijk naar Nederland moeten brengen. Om ons algehele niveau te gaan verhogen. Want daar lopen we toch tegen deze toplanden zeker achter. En misschien tegen de wat mindere landen op dit toernooi. Ook gewoon wel een stukje meer kans. Zoals we ook gisteren tegen Letland een heel stuk van de wedstrijd echt kansen creëerden. Maar het gewoon niet lang genoeg volhielden om dingen goed te doen.
Ja, een mooi bruggetje. Dankjewel daarvoor. Inderdaad, even terugkijken naar gisteren. Letland, ja, nipt verloren. Morgen Servië, thuisland. Die ja, ook slaag kregen van Spanje, maar dat heb je al uitgelegd. Dat is eigenlijk ja, bijna te verwachten. Spanje is zo sterk. Maar hoe kijk je naar deze pool met Servië nog voor de boeg? Ja, uiteindelijk is het zo. We hebben een sterk toernooi gespeeld in Frankrijk. Met Frankrijk, Turkije en Litouwen. Mm-hmm. Ja, ook alle drie landen die het bijzonder goed doen hier op het EK. Daar hebben we een paar flinke tikken van gehad. We kregen wel meteen een wake-up call van oh, zo werkt dit op A-niveau. Daarna hebben we natuurlijk in Spanje tegen Spanje onder 16, onder 17 in Kroatië gespeeld. Nou, dat zijn ook twee teams die het gewoon goed doen hier. Dus ja, daar was al iets. Maar uiteindelijk kunnen wij die kloof niet dichten in een paar toernooien en een paar wedstrijden. Dus we hebben ook wedstrijden hier nodig om naar de wedstrijden te groeien die voor ons het belangrijkste zijn. En zoals je al zei, kijk naar de poolfase. Ja, dan gaan pas de prijs en de klasseringen verdeeld worden. Dus ja, wij worden derde of vierde. Nou, als wij morgen van Servië winnen, hebben we nog een kans op de derde plek. Mm-hmm. Anders wordt het de vierde plek. En dan spelen we dus tegen nummer 1 van de andere pool. Ja. Wat op dit moment Litouwen lijkt te zijn. Ja. Na de rustdag, dus de vierde wedstrijd. En dat is voor een plek bij de eerste 8 of bij de tweede 8. Nou, daar moeten we een huzarenstukje uithalen om bij de eerste 8 te komen. Mm-hmm. Dat is wel iets waar we natuurlijk voor gaan. Maar daar willen we ook echt de eerste 3 wedstrijden voor gebruiken om naartoe te groeien. En dan maakt deze wedstrijd van vandaag en zeker de laatste 3 kwarten, maakt wel eens dat we daar een stap in maken. En dat is ook het trotse gevoel en het krachtige gevoel wat wij mee willen nemen naar de wedstrijd van morgen tegen Servië. Wat gewoon als thuisteam hier wel zwaarder favoriet is natuurlijk. En veel beter kan spelen. Zeker tegen een mindere tegenstander die wij zijn ten opzichte van Spanje. En ook zeker hun spierballen zullen willen tonen tegen ons. Mm-hmm. Maar daar willen wij natuurlijk gewoon wat we vandaag hebben gedaan in het verloop van de wedstrijd. Daar de 40 minuten spelen. Dus echt battelen. Ja. En dan zien we of we daar weer een stapje in kunnen maken. Op weg naar die vierde. Maar ook die vijfde wedstrijd die super belangrijk is. Omdat dat weer de plek is voor de 4x4 die we uiteindelijk dan weer hebben. Ja, dus ik heb het net zitten bestuderen. Ik hoop dat ik het goed zeg. Als je inderdaad stelt dat je in die achtste finale dan niet wint. Dan, en de wedstrijd daarna wel. Dan zit je sowieso niet bij de laatste 4. En dan speel je dus eigenlijk veilig. Mocht je die dan ook niet kunnen winnen, dan ga je voor de laatste 4 en dan moet je 2 keer winnen om erin te blijven. Zeg ik dat zo goed? Ja, kijk, we gingen dan naar dit toernooi natuurlijk om 13e of hoger te eindigen. Ja. Want de laatste 3 degraderen. En dat zou voor ons een enorme prijs zijn als we dat halen. Ja. Zeker gezien het niveau en ook het niveauverschil. En wij gingen natuurlijk ook af op de landen waar we tegen gespeeld hadden. En zoals ik net al zei, zijn dat de toppers, hè, met Frankrijk en Turkije en Spanje, Kroatië, Litouwen. Ja, allemaal steengoede teams. Kunnen we daar één tegen pakken? Dat zou natuurlijk echt een kroon zijn. Maar goed, is dat niet het geval, dan is die wedstrijd 5 bepaald of wij 9 tot en met 12 spelen. Mm-hmm. Of inderdaad 13 tot en met 16. Nou, ja. 9 tot en met 12. Ook geweldig. Krijgen we nog een paar sterke teams tegen. Ja. Is het 13 tot en met 16. Nou, ook een super grote uitdaging natuurlijk om dan 2 wedstrijden te winnen. Ja. Voordat ik nog even breder wil kijken met jou als laatste naar het Nederlands basketbal. Hier nog één dingetje over het team. Wat zijn de punten waarvan jij zegt, hey, als we dat dan als team nog beter gaan doen, dan gaan we goed richting die, nou, misschien wel de plek 9 tot 12. Of nog beter natuurlijk. Maar wat zijn de concrete punten waar jij nog nu verbeteringen wil zien? Ja, het is bij ons draait het echt. En we hebben het eigenlijk al een paar keertjes naar voren laten komen. Is de duelkracht. En duelkracht gaat vaak om rebounden, loose balls, be the first on the floor. We zien het vandaag nog tegen Spanje. We gaan wel en dan gaan we het nog een tad late. En daar moeten we echt wel een stap nog in maken om dat voor elkaar te krijgen. En daarnaast dan echt het nakomen van onze defensieve afspraken, rotaties. Teams zijn slim, dus ook als we een dubbelteam plaatsen, want wij willen gewoon ergens ook wel agressief spelen. Dan moet er ook natuurlijk achteruit geroteerd worden en dan moeten we ook durven om dat te doen en die ballen te pakken, wat we de tweede helft echt wel deden. We drongen Spanje echt tot boven de 20 turnovers. Ja, dat is best wel, dat is gewoon echt een heel mooi cijfer. Ja. En we hielden onze eigen turnovers relatief laag. Dus dat zijn wel twee grote punten voor ons om ook inderdaad
ja, zometeen kans te maken tegen de teams en de wedstrijden waarin het er echt om gaat. Ja, dankjewel. Dan, we spraken elkaar gelukkig ook al voor de wedstrijd. En toen vertelde je van natuurlijk geweldig dat we op een AEK staan. Het is ook geweldig dat er onder 18 gepromoveerd is volgend jaar op A-niveau. Maar het gaat om meer, het gaat om langere termijn. Het gaat om de toekomst van het Nederlands basketbal. En laten we nu vooral ook alle kennis die we hier opdoen, maar ook de contacten. Ik zag je praten met Dino Radja bijvoorbeeld van Kroatië. Alles wat we hier meenemen, meenemen ook weer naar Nederland. En samen met André Bout, je assistent, met Gert Triemstra, je andere assistent. Ja, daar het Nederlands basketbal sterker mee maken. Hoe zie je dat voor je? Ja, kijk, wat we nu hier in ieder geval meemaken. En we zien het ook, zeg maar, aan onze spelers. De tegenstanders spelen een stuk volwassener over het algemeen. We spelen ook gewoon hoge competities in eigen land. Ook in oudere leeftijdsgroepen. Dat doen wij echt te weinig. Zeker bij de onder 16 zijn er gewoon veel spelers. Hè? Zelfs jongens uit de tweede divisie die wel gewoon wel konden. Maar die moeten echt gewoon echt. Wij moeten iets eerder naar selecties toe. En die moeten vooral nadrukkelijk dan ook die spelers in de onder 18 competitie laten uitkomen. Zodat we gewoon al wat sterker en krachtiger basketbal gewend zijn. Dat zal het Nederlands basketbal echt zeker internationaal ook helpen. Allerlei ervaringen in die richting die we hier opdoen, proberen wij wel samen te vatten. En ook inderdaad mee naar Nederland mee terug te nemen als coaches. En dat we spreiden, liefst via de MBB. Marco van den Berg is ook hier, technisch directeur, houdt nauw contact met ons. En we proberen wel, zeg maar, met André Bout, met Gert Triemstra en ikzelf ook, wat we dan ervaren, ook in die rebounds en waar we wel en waar we wat minder in zijn. Ja. En juist waar we minder in zijn, waar kunnen wij juist daadwerkelijk de stappen maken en op wat voor een manier om inderdaad wel richting die A-pool te bewegen. En daar ook inderdaad een contender of een speler op dat platform te zijn voor de jaren die eraan komen. Ja, ik moet zeggen, ik heb nu twee wedstrijden voor jullie gezien. Die gisteren deels door de vertragingen. Vandaag helemaal. Ja, het is ontzettend leuk basketbal om naar te kijken. Het publiek leeft enorm mee, ook de Nederlandse fans hier zo. Zonder meer. De scheidsrechters laten veel toe. En de inzet van jullie die spatten er echt vanaf. Dus ik ga met heel veel plezier morgen weer kijken. Ook later in de week nog weer. En dan hoop ik je ook weer te spreken. Dankjewel voor nu. Het zal een korte nacht worden, denk ik, met alle analyses die jullie genoemd. Maar gelukkig spelen jullie laat tegen Servië in de grote hal. Het was gisteren daar volle bak. Dus dat wordt een heksenketel. En dan zien we je weer. Het is een fantastisch platform om op te acteren. En dat zeggen we, daar prenten we de jongens ook in. Maar dat geldt natuurlijk voor iedereen hier. Geweldig basketbal, geweldige atleten, geweldige spelers, geweldige atmosfeer. Inderdaad, wat je zegt tegen Servië, dat is echt het snoepje natuurlijk. Omdat die gasten staan echt achter die ploeg. En als we inderdaad kunnen battelen, dan wordt dat een hele mooie avond. Dankjewel. Ik ga nog even inzoomen op die prachtige schoenen van je. Ga je die morgen ook weer aantrekken eigenlijk? Die prachtige oranje schoenen? Ja, speciaal voor deze EK. Dankjewel. Goed zo. Wiert Godet, de hoofdcoach van de mannen onder 16 Orange Lions. Tot morgen.